In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Tiffany. Zij is een high-class escort. Restaurant of museum? Restaurant. Lust of liefde? Lust. Girlfriend of pornstar experience? Girlfriend experience. Binnen of buitenland? Allebei. Pinnen of contant? Contant. Wat is het verschil tussen een high-class en reguliere escort? Een high-class escort is in principe een dame waarvan je haar kan, of waarvoor je haar kunt boeken voor haar tijd. Het gaat dus in principe om de intimiteit die een dame of heer aanbiedt. En niet zozeer om alleen maar het erotisch gedeelte en de seks die mensen misschien zouden verwachten. Ja, dus kan je dan zeggen van er is bij een reguliere escort meer seks of zo? Ja, bij jou is er minder seks? Ja, ik zou zeggen dan bij een reguliere escort wordt er misschien wat meer verwacht dat het om de platte seks gaat, een uurtje of misschien zelfs korter. Maar bij een high-class escort dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar de seks. Veel meer service. Veel meer service. Nou ja, service niet zozeer. Misschien emoties in een zekere zin. Ook wel wat meer echt een connectie opbouwen. En waarom zit je hier dan nu toch deels onherkenbaar? De klanten die mij boeken, die boeken mij voornamelijk voor discretieredenen. Maar ook dat ze met mij gewoon prima over straat kunnen lopen. Dat het niet overduidelijk is dat ik een high-class escort dame ben. Oh, ja. Dus het moet toegankelijk blijven voor iedereen in principe. Ik kan in principe ook eigenlijk klanten erdoor verliezen door mijn gezicht te laten zien. Dus vandaar dat discretieredenen om mijn gezicht af te schermen. Waarom ben je een high-class escort geworden? Ik weet niet, ik heb er altijd wel een beetje interesse in gehad. Een soort van stiekeme droom in een zekere zin. Je hoort wel heel veel glamoureuze verhalen waarbij de stapjes die je dan maakt, de ervaringen die je krijgt, de dingen waar je misschien niet zozeer toegang tot hebt, die dan wel mogelijk zijn. En dat was voor mij heel interessant. Ja, en hoe ging dat dan toe? Het begon een beetje met natuurlijk je research doen. Veel, natuurlijk de series die je dan tegenkomt, dat je daar wat meer naar kijkt. Uiteindelijk een advertentie geplaatst. Niet zozeer als high class, maar wel mezelf heel duidelijk onderscheiden wat ik te bieden had. Dus wel al je eerste oproepje eigenlijk in dit vakgebied, dat was wel gelijk al als escort. Ja, zeker. En hoe zag je advertentie eruit? Heel degelijk, heel schattig eigenlijk wel. Wel overduidelijk dat ik gewoon heel nieuw was. Binnen, laten we zeggen een kwartier bijvoorbeeld, echt al mijn e-mailbox waar ik constant meldingen van kreeg dat er weer reactie was. Wow. Ja. En hoe ging dat toen verder? Advertentie weer heel snel weggehaald. Ja? Ja. Het greep je ineens naar de keel. Ja, ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Ik vind het heel flatterend, maar nee, dat ga je niet doen. Dit vind je nog te spannend. En ik las ook bepaalde reacties waarvan ik dacht, dat zijn niet de type personen waar ik me graag mee wil afspreken. Nou, uiteindelijk, ik denk misschien iets minder dan een jaar later, weer een advertentie geplaatst. Dit keer nog iets duidelijker. En toen heb je denk ik ook dus je eerste afspraakje moeten uitkiezen. Ja, eentje sprong voor mij echt uit en dat was echt een gentleman. Dus zichzelf netjes voorstellen, duidelijk uitleggen dat, hey, ik heb je advertentie gelezen. Niet zozeer zich focust op de seks, maar meer de connectie. Ik ben ook niet zozeer van daarna op zoek, maar we kunnen kijken hoe ver het gaat. Ja. En hoe ging toen dat eerste afspraakje? Nou, ik was behoorlijk nerveus. Ja, duh. Ik denk überhaupt gewoon iemand ontmoeten die ik niet had leren kennen via bijvoorbeeld als iemand je aanspreekt. Dat je op basis daarvan kijkt van, goh, vind ik het fijn om met deze persoon te gaan daten, als het ware. En hoe ging toen die afspraak? Wat is er toen gebeurd? We begonnen met een drankje. Hij vond het heel fijn dat ik niet nerveus was, want dat was de uitstraling die ik dus overbracht. En toen gaf ik dus aan van, zullen we misschien naar de slaapkamer gaan? Dat gaf jij aan? Ja. Oh? Ja. Ja. Omdat op een gegeven moment dan merk je toch wel, als jij het niet doet, dan doet hij het misschien ook niet. En dan, ja. Je moet een beetje peilen van, hoe fijn voelt iemand zich erbij? Misschien vindt hij het helemaal niet fijn en vindt hij het gewoon prima zo een wijntje doen samen. Hoe ziet een date eruit?
dat verschilt een beetje. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld geboekt wordt voor 3 uur en dan merendeels op de kamer zit. Maar dan meer bijvoorbeeld, je bent dan aan het kletsen, je bestelt roomservice. Of het kan ook heel goed zijn als je een weekendje met iemand weg bent. Nou, ik vind 3 uur en een weekendje wel een verschil. Het verschilt, ja. Ja, dus eigenlijk alles daartussenin. Alles daartussenin, ja. En is er dan een soort van minimum aantal uren waarvoor jij komt? Ja, mijn minimum is wel 2 uur. Want is er bijvoorbeeld altijd seks? Laten we het houden op ongeveer 70% wel, 30% niet. Ja. Geniet je zelf dan ook van de seks? Ja. Ja. Volmondig. Ja, zeker. Ja. Altijd? Ja, ook, dat verschilt ook weer per persoon. De ene keer ben ik wel heel erg wat gepassioneerder. Vind ik het ook heel fijn. Gaat alles precies zoals je wilt. Weet iemand precies de juiste plekjes aan te raken. En de andere keer ben je dat wat meer aan het ontdekken. Ja. Want waar ik dan benieuwd naar ben, dan ga je dus veel meer dates krijgen. Hoe ga je dan om met iemand qua seks ook waar je misschien niet aangetrokken tot voelt? Hoe was dat? Dat is niet iets waar ik me zozeer heel erg druk om maakte. Het was voor mij meer heel erg belangrijk dat ik gewoon een goede connectie had. Ja, je filtert al heel erg. Dus niet dat je op basis van hoe iemand schrijft kan zien hoe iemand eruit ziet. Maar het was voor mij wel duidelijk dat ook als je wat meer vroeg, dat het dan wel een bepaalde cliënteel was die je aantrok. Ja? Ja. Dus vaker viel het mee dan tegen? Ja, zeker. Zeker. Veel meer. Gewoon even zodat ik een idee heb. Stel, ik wil met jou een middag naar Parijs. Hoeveel zou me dat dan kosten? Maar ja, het begint bij 2 uur, dat is 750. Oké. En is dat hoog of laag voor een high-class escort? Oh, dat is een beetje normaal. Ja. Kan je er dan echt goed genoeg van leven? Ja, zeker. Ja? Zeker. Want hoeveel verdien je ongeveer in de maand? Laten we zeggen, in een wat mindere maand dan kan dat 2000 zijn. En in een hele goede maand kan dat 14.000 zijn. Wow, dat vind ik echt heel veel geld. Ja. Want zit je dan eigenlijk nu bij een bureau of zo? Of hoe werkt dat? Nee, ik heb volledig mijn eigen website. Oké. En waarom? Omdat ik dat fijner vind. Ik merk toch wel dat bureaus een heel specifiek beeld hebben van hoe een escort of een high-class escort eruit hoort te zien. Oh ja? En dat was niet altijd iemand die eruit zag zoals mij met mijn huidskleur. Hoezo? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het misschien een soort van comfortzone is. Een beetje, dit kennen we, dit is standaard voor ons, dus dit nemen we aan. En ik heb ook niet altijd de beste verhalen gehoord over bureaus. Dus je geeft heel veel uit handen. Je kan niet echt luisteren naar je intuïtie in die zin. Een bureau bepaalt voor jou vaak of een klant goed genoeg is om naartoe te gaan. En als je het zelf in de handen hebt, dan hoef je niet zozeer daarop te leunen. Zitten er ook mindere kanten aan dit werk? Ja, zeker. Ik denk dat misschien juist omdat je zo een diepgaande connectie hebt, en ook al is daar niks mis mee, dat er natuurlijk wel wat rotte appels tussen kunnen zitten. Iemand die een nepboeking maakt, de betaling die niet helemaal goed gaat. Dat is zeker wel een mindere kant. Zijn er nog andere dingen die lastig zijn? Ja, ik denk toch wel dat op je veiligheid moet letten. Dat je daar gewoon wel mee bezig bent steeds. Mm-hmm. Of dat ik dan misschien wat strenger ben in of ik iemand accepteer als klant of niet. Welke invloed heeft jouw werk op je eigen seks- en liefdesleven? Ja. Ja, ik denk in een zekere zin dat mensen misschien een soort van oordeel over je hebben. Nee, dat dus mensen misschien denken dat het allemaal wat sneller gaat. Dus dat ze misschien de oordeel hebben over dat alles maar mag. Of dat je misschien heel open-minded bent. Dat je dat in een zekere zin ook wel bent, maar niet in de zin die hun verwachten. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo, dat was hem. Hey, hou je eigenlijk liever van havermelk of sojamelk? Sojamelk. Ja? Ja. Oh, dan ga ik het even pakken. Oh, voor cappuccino.